Wie zijn uw favorieten van vanavond? Oh, ik vind het zo moeilijk. Er zijn natuurlijk heel veel nieuwe jonge talenten genomineerd. En ik hoop zo dat die erkend wordt door die jury. Maar we hebben 19 nominaties. Dan denk ik, ja, ik ben zo bang dat ik hier vanavond met één beeldje naar buiten wandel. Dus ik ga het gewoon zien. We zien het wel. Ik ga niet weer juichen van tevoren. Even rust. Wie hoopt u dat u vanavond gaat winnen? Ja, kijk, ik ben natuurlijk voor Simone Kleinsma, die met die prachtige rol in Sunset, vind ik, zou moeten winnen. Maar het is aan de jury. En ik moet zeggen, die andere kandidaten zijn ook heel sterk. Als je genomineerd wordt, wil je winnen. Ik schat mijn kans niet heel groot in, maar toch. Wie denkt u dan dat er gaat winnen? Ik vind het heel moeilijk. Ik heb Katrien de Bruggekaten niet gezien. Ik zag net een stukje op beeld en dacht ik, ja, het is wel heel mooi wat ze doet. Hilke vond ik heel erg goed. En Lisbeth List, ja, prachtig. Maar die heeft hem al een keer gewonnen. Dus ik vind dan dat een van de andere twee hem zou moeten winnen. Nou, lieve schat, ja, het klinkt heel oneerbiedig. Maar ik ben begot niet genomineerd. Echt niet. Ik ga dat heel graag weer. Ik ben hier met Jamai. Ik ben op zoek naar de glitter en de glamour. Zeg maar. En ja, ik weet echt niet wie er genomineerd zijn. Geen idee. Ja, kijk, mijn man is genomineerd. Dus dat is natuurlijk mijn, dat zie mijn favoriet. Mijn favorieten vanavond? Freek Bartos, Simone Kleinsma. Simone, omdat ik die ook heel goed ken. En Tommy Christian. Ja, goed, het is heel moeilijk. Er zijn zoveel favorieten. Ze zijn allemaal goed. Er zijn tegenwoordig natuurlijk heel veel films die in musicals worden omgetoverd. Welke film zou u nou graag nog tot een musical maken? Oh, dat is een moeilijke vraag. Er zijn een hele lijst. Wat ik heel mooi zou vinden voor over een aantal jaren is De jongen in de gestreepte pyjama. Dat is een heel mooi dramatisch verhaal. Prachtig boek. Film mag maken. En dat zou ik mooi vinden. Maar er zijn nog wel 10 titels. Maar dit vind ik heel mooi. Zal ik je een lesje geven? Als ik dat zeg, dan gaat er morgen met die filmmaatschappij bellen. En zeggen van, zeg, ik heb een idee voor een musical. Dus ik heb die ideeën wel. Maar ik ga ze jou niet aan je neus hangen. De film als musical? Nou, eigenlijk draait hij al. Die van die sister, Priscilla, die nu draait. Dat is dus een film. Priscilla, Queen of the Desert. Dat is zo'n leuke musical. Die moet iedereen gezien hebben. Dat is geweldig. En die draait nu net 2 maanden in Londen. En daar ben ik toe geweest. Nou, dat is echt huilen van het lachen. En het ziet er prachtig uit. Goede muziek. Allemaal bekende muziek van vroeger. Geweldig.